Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza van maandag 13 augustus. Veel blonking momenteel boven Nederland en er vallen ook diverse buien. En dat weerbeeld dat houden we eigenlijk wel een groot deel van de dag. Bolkenvelden, soms zon en ook een paar stevige buien met kans op hagel en onweer. De temperatuur loopt vanochtend op naar zo'n 18 tot 20 graden en er waait een matige wind uit het zuidwesten. Vanmiddag ligt de maximumtemperatuur tussen de 21 en 23 graden. In de loop van de middag breekt wel de zon wat vaker door, maar helemaal droog wordt het nog niet. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond zonsondergang zo rond de 19 graden. Morgen beginnen we ook met vrij veel wolkenvelden. Er kan ook nog een enkele bui vallen, maar in de loop van de dag blijft het op de meeste plaatsen droog en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind draait naar het noordwesten, is overwegend matig en smiddags wordt het zo'n 19 tot 23 graden. Woensdag blijft het op de meeste plaatsen droog en wordt het zomerswarm. De maximumtemperatuur ligt dan tussen de 23 en 27 graden. En donderdag kan het nog wat warmer worden, maar dan kan wel in de loop van de dag vanuit het westen een onweersbuiten ontwikkeling gaan komen. Vanaf vrijdag is het dan weer wat minder warm. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Wiplaza. Nog een fijne dag.